Hoi, leuk dat je bekijkt. Wat als? Wat als je eens wat minder zou werken? Eens wat minder uren in de zaak zou steken? Wat zou er dan gebeuren? Mijn naam is Cor Spronk van Spronk Bemiddeling en Advies. Tja, wat als je nou eens wat minder hard zou werken? Wat als je eens wat minder uren in de zaak zou steken? Zou dat een verschil maken? Is het altijd belangrijk dat je zoveel aan de zaak bent? Of dat je zoveel werkt? Dat je zoveel van huis bent? Waarschijnlijk is werken je hobby, dus daar hoef je nooit meer te werken. Maar neem je ook wel eens afstand? Dat je eens eventjes zegt, joh, ik ga eens eventjes met de voeten van de vloer, eens eventjes met de voet op tafel, met de poot op tafel, zoals ze dat zeggen. En eens even nadenken, eens even je bedrijf of eens even je werk van afstand te bekijken. En zeg, wat ik nu aan het doen ben, is dat eigenlijk wel de goede manier? En als je je afvraagt, wat als ik eens iets minder hard zou werken? Wat dan? Ja, wat ik me net wilde zeggen is niet dat ik zeg van dat hard werken niet goed is of niet leuk is. Of veel te zaak zijn per definitie verkeerd is. Want dat is natuurlijk niet zo. Werk is leuk, je bedrijf is leuk. En dan zeg ik, als werk je hobby is, hoef je nooit meer te werken. Maar het afstand nemen en zo af en toe eens even op een afstand kijken naar je bedrijf. Ik heb dat afgelopen jaar natuurlijk gedaan omdat ik mijn bedrijf verkocht heb. Ik heb er toch eens even naar gekeken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Als al die tijd die ik erin investeerde, was dat echt nodig? Of was soms die afstand nemen wat belangrijker? Wat als je er even niet zoveel op de zaak zou zijn? Wat als je eens even een beetje van een afstand zou kijken? Wat zou er dan gebeuren? Ik daag je uit om dat eens te doen. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. Hoi!